Kijk, oh, ik kan jongen leren. Met die eieren. Kijk. Waarin hij reageert. Wij gaan, nee, maar we gaan ook gewoon een keer koken samen. Ja? Oké, prima. Ben jij thuis? Ja, zo ook. Hallo, mijn naam is Harmen en welkom bij weer een gloednieuwe taartvlog. Oh, taartvlog. Hoe wil je het anders noemen? Is gewoon bak. Oké, wat we allemaal bij ons hebben is pannenkoekenmix. Eieren. Niet gooien. En dit kan je echt wel gooien hoor, hier. Ga staan. Nee. Jawel, wacht even. Ik steek uren in de vlogs waar je altijd over praat. Na alles toch niet dankbaar. Dat is alle haat. Gaan we nu mee. Niet doen. Dit kan. Niet doen. Niet doen. Het mag? Nee. Jawel toch. Waarom sta je dan klaar? Voor het geval dat je wel gaat gooien. Nee. Welke hand? Nee. Niet. Nou, dit wordt geweldig. Hier, heb jij... Waarom heb je... Kwark voor de kwarktaart. Yo! Je hebt zelfs boter, maar we hebben toch ook wel boter? Ja, wist ik veel of jullie boter hadden? Je had 80 gram nodig. Niet iedereen heeft 80 gram boter. Hebben jullie iets van een mixvorm of zo? Een mixvorm? Ja, nee, gewoon iets... zo'n maatbeker ding. Oh, ja. Maar dat is toch niet handig? Daar kan je toch slecht mee invetten? Oh, dat stoppen we door de taart. Een maatbeker. Yes. Top, perfect. Wat is het hier donker opeens? Ja, slechte belichting. Ja. Oké. Kijk, ik heb het dus altijd geleerd dat als dingen niet werken zoals je wil, dat je hard moet slaan. Dat heb ik geleerd van meneer Sandring, niet jouw vader. Wat is dit? Dat is een zakje, een vraagje. Oké, als het goed is staat dit goed. Die camera staat niet goed. Hoezo staat die niet goed? Oké, waarom wouden we dit precies doen? Het is echt het beste idee ooit. Jij zei, waarom doen we dat? Jij zei in Mandelees teruggehouden dat jij met mij wel taart maken. Ja. Waarin hij reageert. Wij gaan, nee, maar we gaan ook gewoon een keer koken samen. Ja? Oké, prima. Ben jij thuis? Ja, zo ook. Ja. En toen vroeger zei ik, oké, gaan we pannenkoeken bakken? Toen zei je, nee, kwarktaart. Dus heb ik ook een kwarktaart zitten halen. Ja, we hebben ook een pro. Ja, maar die gaan we daarna pas bakken. Ik ben echt een pro in pannenkoeken bakken. Je kan bijna al omgooien zonder dat hij 2 keer op de grond belandt. Hallo. Ja, stap 2 moeten we nu. Smelt 60 gram boter in een pannetje. Dat hoeft dus niet, want we hebben, oh, we hebben gesmolten boter. Nee, dit is al gesmolten, weet je. Hier, dit is ziek slim. Dit is al gesmolten. Precies. Zie je, daarom wist ik dat ik niet uit jullie kastdingen zomaar kon gaan pakken. Neem een pannetje, een roer, een zakje. Ja, jawel, dit kan wel. Hier, heb je nog iets van een bak of zo? Nog een bak? Hoe bedoel je, een bak? Gewoon een bak waar je dingen kan roeren en mixen en al dat soort dingen. Maar dan niet dat je... En een pollepel trouwens. Ja, nee, iets groter. Iets groter. Rond het liefst. Ja, je komt er pas spelenderwijs achter wat je allemaal nodig hebt. Oké. Dit? Ja, nee, nog groter. Ik wist dus helemaal niet dat jij in een villa woonde. Ja, dat is normaal, ja. Wat? Ja, nou, dit was eigenlijk veel kleiner. We hebben dit zo, maar hier stond iets de muur. En jullie hebben er een hele set van gemaakt? Dit heeft mijn vader allemaal voorbij gebracht. Je vader zelf? Ja, wel met de hulp, maar vooral zelf. Ja. Oh, dat is best vet knap. Dat is wel vet, ja. Wist je dat je een ei niet zo kapot kan knijpen? Ja, dat had ik wel gehoord. Ik geloof dat dus nooit. Knijp het kapot dan. Ja, dat ben ik aan het doen. Een grotere ronde bak. Ja, iedereen heeft een grote ronde bak. Had ik dat ook nog mee moeten nemen ofzo?
Ja, anders moeten we die bak straks even afwassen. Dat kan ook. Tussendoor. Grapje, haha. Oké. Pollepel. Ja, pollepel. En een maatbeker, maar dan kleiner dan die grote. We kunnen ook gokken hoeveel het is. Hier, 60 gram of 60 milliliter. Dan moeten we gokken. Heb je een schaar? Heb je een frituurpan? Waar hebben we een frituurpan voor nodig? Kroketjes. Ik knip een zak open, wat is zo grappig aan? Nee. Nee, eerst moet je de maatbeker toch? Of moet je dat gewoon helemaal dribbelen? Ja, dit moet er helemaal ingepleurd worden. Gepleurd, dan nog wel. Ja, nee, maar ik weet dus niet of... Nee, is goed. Zo. Het is niet lekker dit hoor. En nu, oké, we gaan 60 gram gokken. Hoeveel zit er hier in? 700 milliliter. Dus, 1, 2, maar, ja? 60 gram boter, hoeveel milliliter is dat? 60 gram is 60 milliliter ongeveer altijd. Met water is dat zo, maar verder weet ik niet. Dat is gewoon een dertiende van mijn pak, dat kan iedereen. Hier, één portie is die... Ja, één portie, maar wat heb je aan een portie? Ja, dit gaat helemaal niet goed. Goed schudden voor het gebruik. Wie schudt er nou boter voor gebruik? Ja, dat staat erop. Moet je het ook schudden? Okay. Staat er hier op schudden voor gebruik op? Nee, dat denk ik niet. Wie zegt dat? Maar waarom staat het er niet gewoon in milliliter? Het staat er in milliliter en het is 50 milliliter of 50 gram. Je kan ook een weegschaal pakken trouwens. Mm-hmm. Heb je een weegschaal? Dat is handig. Heb je een weegschaal? Ja, volgens mij wel. Leuk, pak die. Ja, hoeveel milliliter is 60 gram boter? Niet schudden voor gebruik. Oh, dat is nieuw. Nee, je zou... Tijd voor een close-up. Ik wil helemaal haar niet gedaan. Nee, maar ja, jouw haar zit toch altijd hetzelfde. Er is nog één dis over, dat zal ik nu verklaren. Bijna vergeten, kijk dan naar je haren. Een milliliter is 0,8 gram. Dus 60 milliliter is iets van 55. 60 gram is iets meer dan 60. Heb je niet gewoon een weegschaal? Ja, dat is goed. Een weegschaal. Mijn moeder zei nog, maak er niet te veel een bende van bij Noah. Ja, dat wordt een beetje. Oké, en dan moet je die bak erop zetten. Kijk hoeveel gram die bak weegt voordat je dit erbij doet. Ja, anders... het is nu al 238 gram. Wat? Ja. Maar daar ligt niks op. Oh. Ja, hij moet op gram staan, hè? Nee, ja, daar staat hij in. Maar waarom doet hij dan zo raar? Zit er niks. Oké, 238 staat. Hè? Boeien, ik heb dit geval. 368. Dus dan is het plus 50 is 300. 18 gram. Hij is uit. 418 moet hebben. 428, ja. 368 plus 60 gram. Als eerste, het is toch 50 gram? Nee, 60 gram. Ja, nou, ook zo 60 gram. 428. Oh! 431. Dat moet goed zijn. Hier, dan gooi je het erbij. Het is veel te weinig voor zo'n grote maat. Ah, het komt ook helemaal niet. Oh. Jawel. Dit is 400, hè? Dus dit 100 of zo. Ja, maar wat al helemaal niet klopt, is dat je zegt 408. Als hij hierop staat. Hier is superveel. Nee, maar... Oké,
het moet vast goed komen. Gooi maar door. Ja, we missen nu zoveel, Dorry. Ja. Hier is echt zo geweldig. Mensen onderschatten die echt. Zo, dat is fout. Wat doen we dan moeilijk om op te gaan nemen? Ja, dat zei ik dus aan het begin, maar dat komt. Het ruikt wel naar taart. Dan zijn we nu op de bodem aan. Zullen we even een thumbnail maken? Nee. Gratis koekjes bedoelen. Een tijd geleden heb ik dus een keer een taartbak gewoon gedaan, maar dan zonder video. En toen had ik dus alles betaald en zo en alle ingrediënten. En zei na afloop dus iemand van, oh ja, trouwens, ik moet het ook mee naar huis nemen van mijn moeder. Toen heb ik dat meegegeven en dacht ik, nou Fabia, what the fuck? Ik heb alles betaald. Je had het als eerste mogen vragen. Maar ja, ik weet niet of ik de enige ben in het hele al die dat niet absoluut, ja, dat is. Stay hydrated. Waarom drink uit een anderhalve liter fles? Hoef het niet steeds bij te vullen. Lifehacks met Noah. Mocht je je afvragen hoe taarten bakken gaat met Noah's handdrink. Je 15e keer in de vlog alweer, hè? Tuurlijk is het een vlog. Kijk hoe ik de camera vasthoud. Ja, ik weet niet waar ik het anders onder moet labelen. Ik denk dat het geroerd is. We lezen de vrouw niet, we reageren nergens op, dus het moet wel een vlog zijn. Oké, dan moet je het op de bodem gooien. Oh nee, dat ei hoort hier niet. Kijk, oh, ik kan jongen leren. Met die eieren. Kijk. Hij is nog heel. Gelukkig. Nu niet meer. Oké. Oké, de bodem is er. Mag ik een kleinere lepel? Nee, maar dat is. En een mes. Scherp mes, normaal mes. Gewoon een broodsmeermes. En een frituurpan. Voor kroketjes. Je krijgt geen kroket. Waar ben ik hier dan heen gekomen? Voortaan. Om te socializen. Ik heb altijd gehoord dat sociaal contact een van de primaire levensbehoeftes is. Waar heb je dat gehoord? In de kerk. En eten is ook een primaire. Wat alles wat je in de kerk hoort, geloof je niet in? Nee. Dus je gelooft er ook niet in dat eten een primaire levensbehoefte is? Nee. Heb je de Namuur-vlog wel eens gezien? Dat stukje komt nu in beeld. We staan hier nu voor de supermarkt. En we gaan er wat lekkers halen, zodat we straks weer lekker verder kunnen reizen. Dit is zo satisfying, jongens. Taart. Oké, heel even kijken naar de volgende stap. Zijn we al naar Aruba eigenlijk? Leon, jij edit deze vlog. Ik weet niet eens of Leon deze vlog wil editen. Ik heb hem alleen voor jouw man leest de vrouw en Thijs Romeinse man leest de vrouw. Dus ik moet wel even vragen of hij deze vlog wil editen. Ik denk eigenlijk dat hij dit geen leuke vlog vindt om te editen. Vlogs zijn wel leuk om te editen eigenlijk trouwens. Dit is een vlog. Tamar edit ook mijn vlog. Dit is een vlog. Vlog 102 wordt geëdit door Tamar. En 101. Die heb ik zelf geëdit. Die duurt 50 minuten. Jezus. Oké. Okay. En dat zijn alle beelden van vlog 101 die daar niet in kwamen. Oké, hallo. Oké. Jij mag dit heel even afwassen. Mag ik? Er zit helemaal niks in, joh. Oké, gooi het toch voor mij.
Jij mag dit even afwassen, want we hebben 400 milliliter water nodig. 400 milliliter. Geen 400 liter. Daar kan je heel Afrika mee voeden. Dat is echt. Deze video is olie mixt ook niet met water, dus olie drijft op water, waardoor je gewoon water aan de fik kan steken. Ja, dat weet ik wel. Zo is echt de helft van de dolfijnen van de oceanen dus uitgemoord op die manier. Ging zo'n olietanker, ging zo boom, en toen kwam daar olie uit, en dat vloog toen in de fik, en toen kregen die dolfijnen geen lucht meer, en toen, what damn, allemaal dood. Welkom bij geschiedenisvlog. Het idee is vooral dat je een afwaskwast pakt en gewoon iel. Nee, water. Je kan niet dit doen. Jawel. Nee. Hoezo niet? Dit is mijn boter. Ja. Maar dat maakt niet uit. Oké, prima. Weet je zeker dat het 400 milliliter was? Ja, interessant. 100%? Ja. Oké, doe maar even terug. Wat? Nee, ik heb gekeken. Kijk hoe goor die eruit ziet. Nee, ik was hem maar goed af. Dames en heren. Ik wist dus helemaal niet dat jij in een villa woonde. We zijn er ook al. We hebben hier nog gewoond. Ja, precies. Nou, nee. Nou, nu nog een keer. Maar ik dacht dus dat jij in zo'n steer rijtjeshuis zou wonen, maar het is gewoon echt wel een toffe plek. Ja. Het is nog gaaf, ja. Is het jouw huis? Heb je mee betaald? Nee. Nou, jammer. Ik heb mijn volgende gebouwd. Is dit huis gebouwd? Nee, hij is uit de lucht gaan vallen. Nee, ik bedoelde, is hij gebouwd door jullie? Ja, hij is gebouwd door jullie. Nee, de aanbouw wel. Heb je de kunstgras? Ja. Wow, zie ik. Lekker, hè? Mag ik straks een tuintour doen? Ja. Auw, dat is heet, hè? Ja, dan moet je dat ding toch verplaatsen. Zal ik nou eens leren hoe je iets moet afwassen? Maar hij is helemaal smerig. Hoe ga je dit afwassen? Kom jij maar even met de camera. Wat een groot statief, zeg. Tijd van close-up. Ik kan zeer goed afwassen, deze vent. Ik heb in een restaurant afgewassen vroeger. Gewerkt of gewoon alleen afgewassen? Wat? Gewoon alleen afgewassen. Ja, dat was mijn taak. Oh, twee keer in de week, zaterdag en vrijdagmiddag. Aha. Het nadeel was dat ik ontslagen werd omdat ik te langzaam was. Kijk, het idee van een restaurant is dus dat bepaalde dingen moeten zo snel worden afgewassen. Omdat die dus niet in de vaatwasser kunnen dan. En daarom moet ik ze dan afwassen, maar als ik niet snel genoeg kan afwassen, dan... Wat is dit voor slechte Ken? Dit is goed. Zo film je. Ik ben echt veel te moe. Ik heb goed gaan slapen. Nou ja, wel gewoon, weet ik veel, 9 uur of zo. Daar ben ik wakker. 12 uur. Ik heb 9 uur geslapen in 2 dagen. Dit is echt dom geslapen. 10 uur. Ik heb 10 uur geslapen. Ik heb geslapen tussen 9 uur gisteravond en 9:30 ochtends. En ik heb geslapen tussen 7 uur ochtends en 9 uur ochtends. Niet goed. Volg Harm Frodo op YouTube. Ik heb bijna 450 abonnees. En het recept voor het bereiden van de kwarttaart. Oké, hier. Wat moeten we nog meer doen? Het recept voor de bereiding van de kwarttaart. Dat is zo grappig, hè? Ik kom uit een lied. Ik kom uit een lied. Wat luister jij voor muziek? Waar dat gaat over? Dit is niet hele goede muziek. Is dit tussen de 10 en 20 graden? Ja. Heb je een thermometer? Friet hier op hand? Ik zit in het zwembad. Voor kroketjes. Hebben jullie een zwembad? Mag ik zwemmen? Heb je een zwembroek? Ik moet even naar huis fietsen. Ja. Mag ik de volgende keer als ik hier kom zwemmen? Ja, mag van mij nog even.
Dit is een belofte, hè? Ja, oké. Als je een zwembroek mee. En als die nog opstaat. Dat is geen standaard zwembroek. Die komt volgend jaar. Wow, sick. De kwark en de slagroom in een kom. Water, kwark en slagroom. Dat is een smerige combinatie. Oké, water, kwark en slagroom. Water, kwark en slagroom. Ja. Wat? Zoek je. De slagroom. Die staat hier. Is dat slagroom? Ik dacht dat het melk was, ja. Dat is slagroom. Welkom met Noah Sandu. Ik dacht dat het slagroom was. Dit is geen slagroom. Dit is slagroom. Ja, maar dit is gespoten slagroom. Dat kan je toch niet gebruiken? Ja, dat maakt mij niet uit. Nee, dit gaan we echt niet doen. Nee, ik mag niet. Dit knip ik eruit. Moet dit er niet bij? Nee. Oh nee. Oh, dan vond ik dat andere spul van beter. En het is niet eens grappig. Gooi je nou die hele bak kwark weer. Dit is 500 milliliter, dat moest er door. 500 gram. Dat is hetzelfde. Dat is niet zo. Dat is niet dat. Ja, pak. Er zit allemaal een hol spul in mijn neus. Moet dit er nou in of niet? Nee! Waarom? Nog niet! Oh, oké. Okay. Oh, dit wordt een 30 minuten durende uur vlog. Oké, hier kan je ook nog een hapje van nemen, dat is ook lekker. En de slagroom, maar ik hoef maar 250 milliliter, dus we hebben die dingen weer nodig. Lekker man. Oké, zullen we een cool liedje luisteren? Is dit nu je hele leven als internetgekkie of? Oké, Tom. Oké. Oh, wat is dat dan? Dat is melk. Slagroom. Dat is slagroom. Wow! Nee, de melk is voor de pannenkoeken. Oh. Ladies and gentlemen, science. I wanna make you wanna cry. Oké, water, kwark, mixer op de laatste stand. Kijk voor beste kwark en slagroom van direct uit de koelkast. Ik heb het van direct uit de koeltas. Want ik heb een koeltas. Dames en heren, vinden jullie een koeltas ook vet sick? Dat kan. Waar is mijn koeltas? Waar is jouw toekoeltas? Mijn toekoeltas. Hier. Nee, je hebt ook... Nee, ik heb geen snoep. Jawel. Hier, we moeten naar Minxer. Minxer. En het ei dan? Dat is ook voor de pannenkoeken. Dat is ook voor de pannenkoeken. Taartmix is ook voor de pannenkoeken. Nee. Dit moet je toch gewoon op. Doe eens normaal. Ik snap dit niet. Dit moet er gewoon op. Ja, maar... Hallo. Dat past toch gewoon niet, joh. Oké, noem het er niet op. Dan spetten we alles alle account op. Dat bedoel ik dus. Als je die bak nou draait, volgens mij moet je die bak op een bepaalde manier draaien. Dat...
Oké, Noah. Amateur-viroloog, hoe doet Jaap van Lissoort? Wat? Jij bent toch amateur-viroloog? Nee. Hoe doet Jaap van Lissoort? Fantastisch. Hij doet het. We moeten op de laagste stam 2 minuten. We gaan tellen. 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112. Zet er 1 op 110 seconden. Zet een timer voor 90 seconden. Ja, maar dan zeg je 90 seconden, zet hij hem op 1 minuut 30. Dat is veel te lang. Dance for me, dance for me, dance for me. Ik ga ervan uit dat dit goed is. Ja, maar dit wordt niet gepureerd, dit is geen pureerder. Hoezo niet? Heb ik het zo... Eerst. Dat werkt niet zo! En dan 3 minuten op de hoogste staan. Ja. Dat is helemaal niet waar. Dat staat er. Nee, we zetten hem op 3, anders gaat het leuk doen. Dit beeld trilt zo erg, jongen. Hoe moet je dit er... Oh! Hij ging weer aan. Hoe haal je dit eruit? Huh? Je moet eerst draaien. Zo. Ja, zo ja. Zie je? Nee, jongen, nu zie je het niet. Ik zei toch dat deze taart van verkeerd was? Nee, is goed. Zo'n pleur, sorry van. Ik weet niet wat ik aan het filmen ben. Ik kan echt helemaal niet filmen. Dames en heren, ik kan niet filmen. Blame hem. Hoezo blame hij? Nou, wat je gewoon niet kan filmen. Ja, is wel goed. Is wel goed, jongen. Dat hele... jongen als dit gaat reizen, dan zijn we... Ze is de... reist kwart uit. Dit moet ik hier. Laat de taart tenminste 2,5 uur opreizen in de koelkast. Versier de taart met eventueel toefjes, slagroom en aardbei. Ja, daarom heb ik 250 ml slagroom nog. Heel even kijken of dit lekker is. Nee, dat is niet zo. Dat bedoelen ze met slagroom. Die slagroom die ik net in mijn bek spoot. Het is kwarktaarttijd, 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 kwarktaarttijd. Kwarktaarttijd. Meest even enthousiast. Kwarktaart. Oh ja, hier heb je lelijke t-shirts. Leuk, joh. Oh, sorry. Kwaktaartijd, 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 kwaktaartijd. Doe de koelkast open. Tijd voor de eindresultaat. Je ziet al helemaal niks. Nou. Nemen we allebei een stukje en nemen we hem dan mee naar huis? We nemen in ieder geval allebei een stukje. Kijk wel, ik wil je broertjes ook wel wat brengen. Prima. Dan breng ik het taartblik later wel weer terug. Oh ja. Fantastisch. Wat ziet dat er goed uit, zeg. Dat, nee, dit... Niet doen. En de taart wordt aangesneden door... De bruidstaart is dit, toevallig. Oké. Hij is helemaal niet stevig, hè? Ja, dit hoort altijd flubbernummer per ding te zijn. Nee, nooit 2 keer snijden. Nee, nooit 2 keer snijden, dat is niet mooi. Oh, ik zit ook helemaal niet goed te filmen. Het ziet er echt niet uit. We hebben wel nog echt heerlijke slag gehad.
Ja, heb jij iets van de taartschep? De taart, ja, dat zit hier. Zo. Het hoort hier inderdaad. Nee. Daar moet het mee lukken. Zo hard uit. Hallo dames en heren, welkom bij weer een goed nieuwe video waarin we voor de derde keer gaan snijden. Weet je, ik ga toevallig binnenkort bij een naamgenootje langs, je vrolijke naamgenootje. Fantastisch, hij ligt uit elkaar. Nou, het zal wel zijn. Het was geen goede bodem. Nu ga jij filmen hoe ik het doe. Kijk, dat is niet hoe je filmt. Ja, sorry. Is dit dan geen ambachtelijk taartje? Jawel. Oké, je moet een beetje van boven. Mag ik jullie taartblik meejatten? Als je hem terugbrengt? Ja, tuurlijk. Ik breng hem wel een keer thuis dit terug. Zo. Dan was ik hem even goed af. Fantastisch, let's go. Hoe vind je deze taart? Fantastic. Mooi. Dus, Noah, is ons sociaal experiment taartbakken gelukt? Sociaal experiment gelukt. Voor hoever het een sociaal experiment is. Aluminiumfolie. Maar de belangrijkste vraag is: zeg je ooit weer iets in Mannen Lezen de Vrouw? Wat? Ja, dit kwam doordat jij in Mannen Lezen de Vrouw zei dat we taart moesten bakken. Nee, we zijn de pannenkoeken. Nou ja, goed.